Staatsolie is in samenwerking met Stichting Surikorps for Development een bewustwordingscampagne Handhygiëne op toeliveau gestart. Dit gebeurde afgelopen maandag 23 april. Deze campagne is gehouden op de openbare school 2 Livorno. Het doel is leerlingen van de scholen in de omgeving van de Staatsolie Raffinaderij en Staatsolie Power Company Suriname bewuster te maken van het belang van handhygiëne. Middels presentaties, demonstraties en spelletjes zijn de kinderen voorgelicht over handhygiëne. Daarbij is de nadruk gelegd op het handenwassen vanwege het feit dat zij de grootste verspreiders zijn van bacteriën. Naast OS Livorno zijn de sessies ook verzorgd op andere scholen. Deze campagne is een vervolg op de renovatie en bouw van de toilettengroepen van de scholen die in maart 2018 heeft plaatsgehad.